wel vast dat er heel veel herhalingen plaatsvinden. En ik denk dat mensen gewoon maar een conclusie moeten trekken of iets doen. Maar ik denk dat we het meeste toch besproken hebben. Mevrouw Koekoek. Voorzitter, er wordt een beeld geschetst van een minister dat je minister kan zijn en op enig moment partijleider. En hoewel ik begrijp dat het zijn van allebei tegelijk voor enig ongemak kan zorgen, simpelweg omdat je dan misschien in je politieke campagne gebonden kan zijn aan bepaalde zaken, omdat je ook minister bent, dat hebben meer collega's hier in deze Kamer ook ervaren, kan het natuurlijk niet zo zijn dat je minister af bent. Want voor het publiek van Nederland, als men naar minister Jezilkus kijkt, of die nou zit als partijleider of minister, dan zien zij de minister. En als de minister iets zegt, nou dan moeten we daar vertrouwen in hebben. Dus het onderscheid wat hier nu wordt opgeworpen en ook eigenlijk de wat eronder zit, zeg maar, een soort integer handelen, dat de minister niet in de tijden van campagne een navraag heeft gedaan, ja, daar, dat is niet afdoende. Want het was wel degelijk anders geweest had de minister actief onderzoek gedaan naar kloppen mijn uitspraken. En waarom weet ik dat nou zo zeker? Niet alleen maar omdat er op 2 augustus een concept lag waar, als daarna gevraagd was, ook een antwoord op was gekomen. Maar ook omdat in die uitzending van Pointer, die al langs is gekomen op 21 november, ook een reactie is gevraagd aan collega Brekelmans. En collega Brekelmans heeft toen gezegd, dat is eigenlijk niet helemaal, dat klopt niet helemaal hoe dat zit met dat nareis. We hebben het eigenlijk over iets anders. Als een collega-fractiegenoot dat ook weet, dan hoort een minister die misschien ook tegelijkertijd partijleider is, maakt me niet uit, die heeft een actieve onderzoeksplicht om datgene wat zij in haar campagne centraal stelt, om dat ook te bevestigen. En ik begrijp nog steeds niet waarom dat niet gebeurd is. Voorzitter, ik vind helemaal niet ongemakkelijk dat ik die verschillende rollen heb. Maar in deze zaal ben ik minister. En ik word de hele middag en avond al bevraagd op mijn uitspraken en handelen in een campagne als leider van de VVD. Dus ik vermeng hier de rollen niet, dat doet de Kamer. En dat heb ik bij mijn inleidende tekst ook gezegd. Het had ook gekund dat de voorzitter had ingegrepen. Nee, dat mag niet. Daarom heb ik in mijn inleidende tekst gezegd, die dingen komen hier door elkaar en ik zal hier ook staan vanuit al die rollen. Maar de politieke leider van de VVD hoort niet hier te staan. Die kan daar staan en die kan daar staan, maar niet hier. Ik ben niet degene die dit vermengt. Dat gebeurt in het debat, want ik ben hier naartoe gehaald omdat ik als minister of de staatssecretaris IND, dus ambtenaren, oneigenlijk politiek gestuurd zou hebben. Dat is niet aan de orde. Dan was het debat klaar geweest en sindsdien gaat het over campagnetijd. Dat is prima, dat heb ik dus ook aangegeven, daar loop ik ook niet voor weg. Het had gekund, ik had gewoon kunnen zeggen, wat mij betreft, de feitenrelatie duurt allemaal. Over 10 dagen ben ik toch geen minister meer, dan zien we wel. Waarom zou ik dat doen? Ik sta hier graag voor al die rollen verantwoordelijkheid te nemen. Dus het is helemaal niet ongemakkelijk. Het past alleen hier niet, maar dat is niet mijn keuze. Voorzitter, vervolgens is het absoluut echt ontzettend gescheiden wat je doet als politiek leider en als minister als het gaat over het inzet van je ambtenaren. En ik heb met hen vanaf het begin de afspraak, al ver voordat ik politiek leider was, als je vindt dat ik een politieke vraag stel, moet je zeggen niet doen. Ik probeer het onderscheid goed te maken, maar stel dat ik het ergens een keer mis, moet jij zeggen, dit kan ik niet doen. En in een tijd van een campagne, zeker als politiek leider, is dat alleen maar belangrijker. Is dat cruciaal. Dus had ik kunnen vragen, hoe staat het eigenlijk met het onderzoek van de IND? Dan had men gezegd, het is er nog niet. En dat had ik nu ook makkelijk kunnen verzinnen, dat ik dat heb gedaan. Want dat kunt u toch niet terugzien in een processchets. Maar ik ben eerlijk, ik heb daar niet naar gevraagd. Het debat, val van het kabinet, problemen in het land, gaan over hele andere dingen dan dit dingetje van nareis op nareis, wat niet zo'n issue had hoeven worden. Dat zijn de feiten, voorzitter. En al het andere, dan krijg ik anders nu op mijn donder van de voorzitter, is herhaling. Maar ik vond het wel belangrijk om dit nog eens te benadrukken, dat ik niet degene ben die de rollen vermengt, maar ze graag pak vanuit elke pet. Voorzitter, de minister schetste net het beeld. Ik heb uit integriteit niet aan mijn ambtenaren gevraagd naar hoe de feiten nou echt zaten, want ik sprak in mijn rol als partijleider. Nee. Ik weerleg dat, omdat je niet minister af bent voor de Nederlander die kijkt naar zo'n campagne. Daarom, en daar daag ik de minister op uit, stel ik vanuit bestuurlijk ethos, had de minister ten alle tijde, in welke rol dan ook, moeten weten op basis van welke feiten gesproken wordt. En dat die informatie er was en dat die op een manier, ik zeg niet eens via het departement, niet eens direct via het departement, maar dat die informatie er was en dat die achterhaalbaar was, dat is aangetoond omdat een fractiegenoot van de minister die informatie wel had. Nou, nee,
Nee, dat onderzoek was er niet, voorzitter. Het onderzoek was gaande, die cijfers moesten gevalideerd worden en dat was pas als ze correct zijn en aangeleverd worden, dan worden ze ook niet bij mij aangeleverd, want ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor het hele departement, maar we hebben een staatssecretaris migratie die daarover gaat. Dus die worden niet in mijn staf geagendeerd, maar daar. Het is wel logisch, gezien mijn betrokkenheid het jaar ervoor aan die onderhandelingstafel en het jaar daarvoor in de crisisorganisatie, toen we de crisissituatie moesten afroepen over Ter Apel. Dus er is wel degelijk echt wat aan de hand waardoor dit allemaal is ontstaan. Maar goed, we doen nu vanavond alsof dat niet zo is. Dan is het logisch dat ik daar ook van op de hoogte word gesteld. Maar je gaat niet in je eigen politieke campagne ambtenaren inzetten voor een, om te kijken of je een onderzoek onder druk naar je toe kan krijgen. Ik heb wel eerlijk tegen de heer Seder gezegd, het was beter geweest, vind ik, als ik daar naar misschien had gevraagd wat is de stand van zaken. Dan had ik gehoord, en daarom zei ik ook tegen de heer Seder, dat had aan de feiten niks uitgemaakt, dan had ik gehoord, we hebben het nog niet. Nou, punt. Ik kan niet zeggen, nou, ik eis dat je mij een half onderzoek geeft of ik eis dat je voor mij cijfers verzint. Natuurlijk niet, zou ik nooit doen. Dus dat had niks uitgemaakt, want die waren niet beschikbaar. Want het moest gevalideerd worden, het moest geverifieerd worden. Er werden verschillende definities gebruikt. Dat weten we nu allemaal, omdat uw Kamer die processchets heeft gekregen en heeft gevraagd. Maar dat wist ik op dat moment natuurlijk niet. Maar voorzitter, het is heel ingewikkeld op het moment dat er eigenlijk niet serieus gekeken wordt naar wat had je wel kunnen doen en wat is de rol nou wel. Waarom noemde ik die uitzending van Poyter en de reactie van de heer Brekelmans? Omdat daar wel netjes aangegeven werd, nou, je kan het hebben over nareis op nareis of je kan het hebben over nareis. Daar is een verschil. Dit had de minister dus kunnen weten. Wat had de minister ook kunnen weten? Er is op 4 september een WODC-rapport uitgekomen. Daar stond niks in over nareis op nareis. Een WODC-rapport, ja, dat is het wetenschappelijk onderzoeksbureau en dat zit notabene aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kent de minister, maar dat ken ik ook als Kamerlid. Ook daar werd het signaal gegeven, nareis op nareis, ja, daar spreken we niet eens over in dat rapport. En dan ga ik nog meer terug in de tijd en dan heb ik het over die conceptnota waarna gevraagd had kunnen worden. Nog meer terug in de tijd en dan hebben we het over die bijlage 3 waarin werd gesteld voor de signalen, maar geen cijfers. Wat aantoonbaar is dat er signalen waren dat nareis op nareis niet zo'n issue was als dat de politiek leider van de VVD, maar tegelijkertijd ook minister, het maakte in de campagne. En ik stel, en daar hoor ik de minister nog steeds niet op, dat je niet minister en partijleider, minister af bent op het moment dat je als partijleider ergens aanschrijft. Op het moment dat je iets stelt en zegt, op het moment dat je nog minister bent, dan luistert Nederland naar de minister van Justitie en Veiligheid. En dat hoort bij de bestuurlijke ethos waar ik de minister op probeer aan te spreken. Dat je een onderzoeksplicht hebt om dat wat je stelt te kunnen onderbouwen en dat er voldoende signalen waren om ook in de rol van maar gewoon partijleider achter die inhoud te komen. Niet tot op de komma op de cijfers, maar wel tot op de signalen om vervolgens te realiseren, ik moet een andere afslag kiezen. Ver voor 27 februari. Voorzitter, nou vind ik wel dat mevrouw Koekoek dingen hier door elkaar haalt. Alles wat zij noemt is eigenlijk onderbouwing van het feit dat ik zeg dat nareis een issue was. Nareis is een groot issue. Ik hoop ook dat we dat in deze Kamer gezamenlijk gaan aanpakken. Veel meer dan de nieuwe kabinet in die partijen. Maar dat daar meerderheid ook voor is dat we daar iets aan gaan doen. Om dat beheersbaar te krijgen. Om dat aan de hand van die twee statussen beheersbaar te krijgen. En het verlengde daarvan ook andere misstanden kunnen aanpakken, voorzitter. Vervolgens, waar ik wel degelijk, zowel als minister en vanuit mijn politieke rol in het kabinet aan die onderhandelingstafel mee bezig was, als daarna ook door mij en collega's is gezegd, is het vertalen van de signalen van de werkvloer. We hebben dat niet zelf verzonnen. Nareis op nareis is niet verzonnen door de politiek. Het zijn signalen geweest vanuit de werkvloer, vanuit de uitvoering, waarbij men heeft gezegd, dit is nou iets waar men misbruik van kan maken van het systeem, doe daar wat aan. En dat is hoe het op tafel is gekomen en dat is ook hoe het op tafel nog ligt. En dan doet mevrouw Koekoek alsof ik niet al de hele avond in ben gegaan op bijvoorbeeld een uitspraak in de Volkskrant. Heb ik wel gedaan. Nogal openlijk gezegd, dat had niet zo moeten gaan. Maar om dan daarna al die andere kwalificaties, ja, dat kan ik gewoon niet plaatsen. Want dit was direct mijn verantwoordelijkheid vanuit elke pet en elke rol. En dat geldt overigens voor elk dossier, voorzitter, of ik er nou direct over ga of niet. Om een vorm van misbruik wat vanuit het veld wordt aangegeven, vanuit de uitvoering, om dat serieus te nemen. Ja. En dat zal ik ook blijven doen. Dus u zult het voorbeeld ook vaker nog van mij horen, want het is ontzettend belangrijk. Ja, ik heb wel een beetje het idee dat alles wel gezegd is.